smoelwerk, je smoelwerk. Dit is hiphop in je smoelwerk. Smoelwerk! Zo, echte hiphop in je smoel. Echte hiphop in je smoel. Wat er nu is, in ieder geval die single, Stage Your Game met Big Daddy Kane, dat is nu uit. Er komt daarna nog een tweede single. Dat wordt geproduceerd door TLM. En daarna zeg maar april, mei, de EP, The Legacy. Ice-T, Big Daddy Kane, Chuck D, De La Soul en J.Ru The Damager. En ik heb ook echt specifiek voor die pioniers gekozen. Omdat ze allemaal ook trendsetters zijn in hun genre. Bijvoorbeeld wanneer het komt tot gangster rap, ja, dan kom je uit op Ice-T. Mannen als Biggie, JC, Nas, zelfs Eminem, zijn allemaal beïnvloed door Big Daddy Kane. Weet je, wanneer het kwam tot skills, punchlines, was, weet je, Big Daddy Kane was gewoon koning. Wanneer je houdt van dingen zoals Lil Brother of, even kijken wie zijn er mee, zelfs Common of Talib. Ze zijn allemaal beïnvloed door De La Soul. En ja, Chuck D, dat spreekt voor zich. Ik bedoel, van mannen van die moord, dat heb ik ook. Tot en met Talib. In ieder geval allemaal mannen met political statements. Ook allemaal beïnvloed door Chuck D. En ik wou natuurlijk iemand hebben uit de 90s. En dat is dus J.Ru. Want ik vind dat die mannen nog steeds zwaar onderschat worden. Precies zoals de naam het zegt, rauwe hip-hop shit in je smoel. Bij die EP komt ook nog een comic, wat eigenlijk een beetje het verhaal, het achterliggende gedachte achter de EP ondersteunt. Omdat ik eigenlijk, zeg maar als het ware, terug ga naar de Golden Age om die mannen terug te brengen naar nu, in een nieuw jasje. Om weer die basis, zeg maar die basis hiphop weer te mengen met nieuwe shit. Het album, de EP is nu, is zeg maar de introductie van het album wat later in het jaar zal verschijnen, waar dan ook meer, naast de collabos, dus die tracks die op de EP staan, zullen maar misschien twee ervan zullen in de originele versie ook op het album komen. Die andere komen met andere producties. Maar er zullen ook meer solo songs op het album komen. Omdat je niet dat je ook Deems als Deems lid kent. Qua samenwerking, internationaal is het nog steeds dezelfde bezetting. Er komen misschien zelfs nog één of twee bij. Dat is allemaal nog onder voorbehoud. Maar daarna zullen ook gewoon veel solo songs erop komen. Want op die EP staan er maar twee solo songs op. I set it off with a damager, cause collateral damage from dealing with amateurs, battling, expose the beast in its show, running with more scams planned at the G8 summit. Ik wist hem op de hele wereld, want die single bijvoorbeeld die nu uit is ook overal uitgekomen. Dat is in ieder geval iTunes Amerika, iTunes Canada, iTunes Engeland, iTunes Europa, iTunes Nieuw-Zeeland, iTunes Japan. Dus ik kreeg hem op de hele wereld. Maar Nederland is voor jou bijvoorbeeld niet te klein als markt? Nee, dat is de basis. Ik bedoel, van hier ben ik nu ook, hier begin ik nu ook met mijn promotie. Alles komt vanuit hier. Dus ik zal Nederland niet vergeten, maar als markt is het klein. Ik bedoel, zelfs voor Nederlandstalige rap is die markt al klein. Dat laat staan voor Engelstalen. Ja. We zitten maar met 17 miljoen mensen hier. Waarvan er misschien nog geen miljoen echt hip-hop liefhebber zullen zijn. En dan moet je ook nog afvragen van hoeveel van die miljoen echt daadwerkelijk cd's kopen. Want als je bijvoorbeeld checkt op YouTube, als je ziet hoeveel bepaalde acts, Nederlandstalige acts, hoeveel views hebben, het komt niet overeen met wat ze verkopen. I'm analyzing each and every one of y'all with a hawk's eye, focusing 10 plus snipers profile, status denied by all them critics, ignoring what's banging but adoring them gimmicks, so I attack them with that hop that I used to bop to, the bounce with the 80s cats used to wop to, the bat with the 90s cats used to rock to, to now with the underground strictly gets down to. All the shows die ik ga doen zijn solo shows, uiteindelijk is natuurlijk wel het idee om een hele legacy tour te doen. Met misschien één of twee artiesten die ook op het album en EP meedoen. Maar het heeft te maken, dat hangt meer af van hun tijdschema en wat dan. Maar dat is wel uiteindelijk de bedoeling. Ja. Maar de rest zal solo zijn. Die live shows zijn sowieso, kijk, al die artiesten worden erbij betrokken. Want mijn show is eigenlijk, zeg maar, om een duur woord gebruikt, multimediaal. Dus op die schermen zie je die artiesten die meedoen op die track, zie je op die schermen meedoen. Dus voor degenen die bij die Ice-T-show zijn geweest, die hebben het al gezien.
Dus bepaalde songs die bijvoorbeeld doen met J. Roo op het scherm, het refrein meedoet. Chuck D doet zijn ding mee. Ice-T doet zijn ding mee. Dus op die manier worden ze dan wel nog steeds bij die show that boom, bap, boom, bap has been gone for a minute, but I'm bringing it back with an 88 mind state, 95 skills, 2010 rhyme flows, build to drill, designed to drill the masses, guild status quo, creep below the radar like De La Soul, on some basement material, smash you with that crack, supply the next gen and make them all a death, what? Ik heb nooit met de backup machine gewerkt. Ik heb het ook nooit nodig gehad. Maar die live show, de chainsaw, doet wel altijd gewoon... actief mee, dus hij is eigenlijk backup MC en DJ in één. Last of a dying breed is on grime shit. Grind with kings equipped with that rhyme gift. Spit bars of fire, watch you's finest. Redefine this craft of root co-signing. Ik heb niet alleen mijn live shows Nederlandstalig gedaan. Het is eigenlijk begonnen op de album van Brain, die XXX. Juist. En op het laatste album van Brain sta ik ook op die hard track, maar daar praat ik eigenlijk alleen. En dat was toen de naam Crimson, met een K. Want je hebt nu ook een Crimson met een C in Rotterdam. Maar dat was zo nu en dan wel eens een uitstapje. Maar Nederlandstalig is niet echt mijn ding. Het was wel de bedoeling met die Crimson. Zou ik een conceptalbum ervan maken, maar... Nee, maar omdat ik had geen zin om eerst... Dan voordat ik zelfs met een Engelstalig album uit te komen... Eerst nog met een Nederlandstalig album uit te komen. Het kan zijn, hangt vanaf hoe ik me ervoor voel. Ik bedoel, tegenwoordig die skill level om Nederlandstalige gebieden zo hoog, dat ik dan ook vind van dat je dan, als je komt, moet je goed komen. Weet je, ik ga niet teren op van, zeg maar, vergane glorie. En dan hopen dat mensen me daardoor maar accepteren wanneer ik bijvoorbeeld Nederlandstalig zou doen. Ik vind wel, als je het doet, moet je gelijk goed doen. Maar dat staat niet in de planning. I'm dropping signs like Crack G. Cause there are too many rappers and a lack of MCs. So I'm spitting what the game's been missing. Block diction, sick metaphors, flow expedition. Raw additions of the classic boom bap. Supply that dope punk cut and flip that. Hardcore poetry invading your mind. In the name of hip hop behind enemy lines. Ik ben altijd wel een soloist geweest. Ook altijd met alles wat ik doe. Ik heb nu wel een goed team om me heen. Voor dit hele project. Maar ik heb altijd alles alleen gedaan, omdat ik dan ook zelf ervoor verantwoordelijk ben en niet altijd op anderen hoef te rekenen. Tenzij iedereen op één lijn zit. Nu heb ik gelukkig wel een goed team om me heen, die allemaal op één lijn zitten en allemaal dezelfde visie delen. Ik heb ook een blog, heet de Deems Opinie. En in mijn laatste blog heb ik het ook gezegd van, ik ben eerst een hip-hop fan, dan pas artiest. Weet, ik hou van hip-hop, is altijd al zo geweest, dus ik luister ook naar alles. Het laatste wat ik nu heb gecheckt is Zwart Licht. Een heel dope album. Dus ik luister naar alles. Kijk, je hebt een verschil tussen hip-hop en rap. Kijk, hip-hop is die cultuur. Mm. Rap, je kan rap op een houseplaat. Rap je ook, maar het is geen hip-hop. Weet je kan rap op een popplaat. Je rap, maar het is geen hip-hop. Weet je, en voor mij is het dat hip-hop, maar niet ook een hip-hop beat is.